Een hele goede morgen. Dit is RTL Z Voorbeurs. En daarin bespreken we alles dat belangrijk is voordat de handel zometeen van start gaat om 9 uur. Doen we vandaag met Hans de Geus, onze beurscommentator van de dag. En met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Goedemorgen. We hebben een hoop te bespreken. Laten we beginnen met het algemene sentiment op de beurzen. Hans, aan jou het woord. Ja, gisteren natuurlijk een flinke klap. Vannacht leek het te stabiliseren, maar we zien nu toch futures op de Nasdaq opnieuw 0,5% lager. S&P was eventjes bijna in correctieterritoire, dat wil zeggen 10% lager. Zover is het met de AEX nog niet, 8% lager. Wat bij ons erg opvalt is dat de platformbedrijven, in tegenstelling tot in de VS, wel goed blijven liggen. Adyen en Prosus hebben niks verloren deze week. Hans, Koen, zijn er dingen die jou opvallen aan deze losing streak, om het maar zo te zeggen? Nou ja, dit is heel erg weer toch de tweede golf. Hè. Het zijn de bedrijven van de oude economie, de oliebedrijven, de airlines die flink geraakt werden. Je zag gisteren in het laatste uur van de handel, altijd heel belangrijk, dat we min 500 sloten. Dat lijkt heel veel als je nu de krant openslaat, maar we hebben bijna min 1000 gestaan. En het waren inderdaad die tech-aandelen, die platform-aandelen, die wel de nieuwe staatsobligaties lijken. De veilige haven voor beleggers waar je naartoe gaat als het weer wat ruwer lijkt te worden, zoals nu met COVID. Ja, en Koen, Jerome Powell heeft ook het een en ander gezegd. Ja, die is natuurlijk weer op de center court. Vanmiddag gaat hij voor het congres spreken. Maar hij heeft ook al aangegeven dat het met name fiscale maatregelen moeten zijn, belastingverlagingen dus, die het midden- en kleinbedrijf moeten helpen om door deze tweede golf heen te komen. Ja, Hans, betekent dat ook dat we aan het aftellen zijn eigenlijk richting de verkiezingen? Want corona is een feit. We hebben nog geen vaccin, maar de verkiezingen komen er ook aan. Hoe zie jij dat? Nou ja, dat heb ik langer gezegd. Tot de verkiezingen zal het lastig zijn om omhoog te gaan. Sterker nog, zul je zeer zenuwachtig blijven. Maar het risico is een beetje, en dat punt maak ik eigenlijk al langer, je moet ook naar echte politieke risico's in Amerika op dieper niveau kijken. Want het risico is dat ze na die verkiezingen, ja, bijvoorbeeld Trump die gaat tegenstribbelen, maar sowieso een zeer gepolariseerd systeem met onwijs veel onderling wantrouwen. Ze krijgen nu die steun er niet doorheen, maar dat wordt straks allemaal misschien veel erger. Dus in Amerika lijkt het, ja, is er echt een groot politiek. En daar moet je als belegger natuurlijk ook risico mee houden. Reden te meer, denk ik, om meer naar Europa te kijken als beleggers. En dat is al langer het advies. Maar des te meer met die verkiezingen en misschien daarna dus ook nog. Maar Koen, bij de vorige verkiezingen reageerden beleggers uiteindelijk heel enthousiast op de uitslag. Ja, ik denk, kijk, het belangrijkste is waar beleggers nu al rekening mee houden, is dat als Biden op de 4e november, de ochtend na de verkiezingen, niet zijn verlies toegeeft, dan kan het best lang gaan duren voordat we weten wie de volgende president is. Dat kan misschien wel tot kerstmis gaan duren met allerlei legal battles. En dat geeft onzekerheid. Onzekerheid, dat is de angel die erin zit. Weten we in februari dat Biden wordt, dan zullen we weer opluchting krijgen en dan kan misschien de rally verder oppakken. Ook omdat we dan COVID weer een paar stappen verder zijn. En vergeet niet, centrale banken blijven heel erg supportive voor de markt. Dus alles wat we rondom de verkiezingen gaan zien, ja, dat geeft volatiliteit. Maakt het uit op de lange termijn? Nee. Want uiteindelijk investeren we in bedrijven op de beurs en die gaan toch groeien. Dus dan liever een president die betrouwbaar is dan toch een hele wispelturige president. Nou, wie het ook wordt, uiteindelijk is er nog steeds een conflict gaande met de Chinezen. Ze zijn ook met hun eigen zwarte lijst gekomen. Hans. Nou ja, dat denken we tenminste. Die lijst is al oud overigens. Die is al van mei 2019, toen voor het eerst Huawei werd geboycott vanuit het Westen. Die lijst hebben ze even in de la laten liggen, angstig om te veel schade te berokkenen. Maar die wordt nu weer boven tafel gehaald, nu het met WeChat en TikTok allemaal speelt natuurlijk. Wie er precies op staan, weten we niet. Maar het gaat zowel om verkopen in China, inkopen in China en investeren in China. Dus dan ben je behoorlijk geraakt als je daarop komt te staan als Amerikaans bedrijf. Chinezen moeten natuurlijk wel uitkijken, want ze hebben heel veel van die technologie nodig om zelf hun bedrijf te laten draaien. Dus ze zullen wel even goed moeten zoeken voordat ze bedrijven vinden die hun zelf niet raken. Maar goed, die troef kan getrokken worden.
Ja, en van de ene strijd gaan we naar de andere strijd. Want er is ook nog een strijd gaande in gameland. Namelijk tussen Microsoft en Sony, Xbox en PlayStation. Koen. Ja, en dat, daar slaat nu Microsoft een mooie slag in. Ze kopen ZeniMax Media. Dat is een grote gamebouwer. En Cian detail is dat die ook zaken deden met Sony / PlayStation. Nu dus volledig ingelijfd voor Microsoft. En ja, gaming is hot. In april had Microsoft in zijn gaming nog 10 miljoen abonnees. Dat zijn er inmiddels nu al 15 miljoen. Daar zit de grote groei. Ook als we thuis moeten blijven werken. Dus niet alleen Microsoft Teams, maar ook Xbox dat daar heel erg van profiteert. En daar zet Microsoft nu op in. Koen, tot slot, waar ga jij verder vandaag allemaal naar kijken? Ja, Paul natuurlijk ontzettend belangrijk. En het is vandaag ook Battery Day bij Tesla. De nieuwe fase die hij daarin aankondigt. Interne memo's weer traditioneel inmiddels gelekt tegen het einde van het kwartaal. Waarin Musk zijn personeel nog wat verder aan spoort. En tegelijkertijd dus die Battery Day. Kijken wat hij daar gaat brengen. Hans, waar ga jij naar kijken allemaal? Ja, ook naar Paul. Er komen nog wat cijfertjes uit over de woningverkoop in de VS. Die is ook altijd aardig om even te kijken. En hoe gaan we zo meteen openen, Hans? Ja, toch lager. Toch wel wat lager, ja. Ik denk nog bijna 1% eraf. Goed, heren. Hartelijk dank, Koen Bentner, Mercurius Vermogensbeheer en Hans de Geus op de beurs. En dan gaan we zo meteen om 9 uur kijken hoe die beurzen openen. En we hebben ook nog heel veel ander economisch nieuws. We gaan het namelijk ook hebben over de zorgpremies. Graag tot straks en anders een hele fijne ochtend.